Het is donker in het universum. Maar waarom eigenlijk? Stel, het universum is oneindig groot en gevuld met sterren en sterrenstelsels. Als ik een willekeurige kant op kijk, dan zou ik altijd wel een ster tegen moeten komen. Net als dat ik in een oneindig groot bos in alle richtingen een boom zou zien. Met andere woorden, vanuit elke richting dat ik kijk, moet licht van een ster komen. Maar hoe kan duisternis dan bestaan? Dat vraagstuk staat bekend als Olber's paradox. De sterrenkundigen bleken niet in staat om dit paradox op te lossen. Het correcte antwoord werd gegeven door een Amerikaanse poëet, de beroemde Edgar Allan Poe. Hij stelde eenvoudigweg: wat als het universum nog niet oud genoeg is? Het sterrenlicht heeft ons gewoon nog niet bereikt. Dat was tegen het zere been van de sterrenkundigen, want dat betekende dat het universum een oorsprong heeft in plaats van dat het altijd al bestaan heeft. En dat klinkt verdacht veel als het scheppingsverhaal zoals dat in vele religies verhaald wordt. Pas in de 20e eeuw werd dit taboe doorbroken, toen astronomen geen andere keus meer hadden. De Amerikaanse sterrenkundige Edwin Hubble leverde het definitieve bewijs. Hij liet zien dat de afstand tot nabije sterrenstelsels gerelateerd is aan de snelheid waarmee het sterrenstelsel van ons afbeweegt. Wacht eens even. Afstand tot sterrenstelsels? Hoe meet je nou de afstand tot een sterrenstelsel? Dat kon dankzij de ontdekking van deze dame. Henrietta Swan Leavitt. Zij ontdekte een relatie tussen de helderheid en periode van sterren waarvan de helderheid op en neer gaat. Deze sterren heten Cepheïden. Hubble vond exemplaren van deze sterren in verschillende sterrenstelsels. Uit zijn waarnemingen kon hij de periode van deze sterren bepalen en met behulp van de ontdekking van Leavitt kon hij bepalen wat de werkelijke helderheid van de sterren was. Hoe verder weg een ster staat, hoe minder helder deze lijkt. Dus, als je weet hoe helder een ster werkelijk is en je vergelijkt het met de waargenomen helderheid, dan weet je hoe ver weg de ster van je afstaat. Oké. Maar hoe weet je dan de snelheid waarmee een sterrenstelsel beweegt? Hè? Wel, toevallig had zijn Amerikaanse collega Vestor Slipher ontdekt dat sterrenstelsels spectraallijnen hebben. Atomen bestaan uit een kern met daaromheen elektronen. Deze elektronen kunnen in verschillende banen terechtkomen waarbij de energie van het atoom verandert. Wanneer een elektron vervalt van een hoge baan naar een lage baan, verliest het atoom energie door licht uit te zenden. De golflengte van dit licht wordt bepaald door de energie dat het atoom verliest. Sterrenstelsels zenden continu licht uit dat van atomen afkomstig is. Als we dat licht bekijken voor verschillende golflengtes, dan zien we pieken en dalen. Die zijn afkomstig van bepaalde atomen die licht uitzenden of juist absorberen. Die pieken en dalen noemen we spectraallijnen. We weten dus wat de golflengtes zijn van die pieken en dalen. Maar wanneer we de spectraallijnen van verre sterrenstelsels meten, dan blijkt dat die golflengtes verschoven zijn. Omdat sterrenstelsels van ons afbewegen, is het licht van die sterrenstelsels een klein beetje uitgerekt. Dat noemen we het Doppler-effect. Dit kennen we van de sirene van de ambulance die wegrijdt. De golflengte wordt groter en dat komt overeen met een lagere toon. Hoe sneller de ambulance van je wegrijdt, hoe lager die toon. Dus, door te kijken naar de golflengtes van spectraallijnen, kunnen we zien hoe snel een sterrenstelsel van ons afbeweegt.
Dankzij deze ontdekkingen kon Hubble van een aantal sterrenstelsels bepalen hoe ver weg ze van ons staan en hoe snel ze van ons afbewegen. Hier ziet u de grafiek die Hubble maakte. De stippen zijn de sterrenstelsels. De x-as geeft aan hoe ver weg het sterrenstelsel van ons afstaat en de y-as geeft aan hoe snel het sterrenstelsel van ons afbeweegt. En wat blijkt? Hoe verder weg een sterrenstelsel staat, hoe sneller het van ons afbeweegt. Dus, als we teruggaan in de tijd, dan bewegen sterrenstelsels juist naar ons toe. En hoe verder weg, hoe sneller. Dat wil zeggen dat er ooit een moment was waarop alles precies in één punt zat. Er was een begin. De oerknal. Het universum is niet statisch en eeuwig. Het heeft een oorsprong en expandeert. De studie van de evolutie van het universum noemen we kosmologie. Wat houdt dat eigenlijk in dat het universum expandeert? Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Het eerlijke antwoord is dat het iets wiskundigs is. We beschrijven ruimte aan de hand van de algemene relativiteitstheorie. Dat is best een gecompliceerde theorie en daardoor is het ook lastig om een eerlijke voorstelling te maken van wat ruimte nou eigenlijk is en hoe het expandeert. Maar de beste benadering is dat je ruimte voorstelt als het oppervlakte van een ballon. Wanneer de ballon opblaast, rekt het oppervlakte zich uit. Alles in het universum beweegt daardoor van elkaar af. Dan merk je hier op aarde niets van, omdat alles in ons zonnestelsel aan elkaar gebonden is door de zwaartekracht. En ook de sterren in ons sterrenstelsel blijven bij elkaar vanwege de zwaartekracht. Maar op de schaal van sterrenstelsels is de expansie zo groot dat sterrenstelsels van elkaar afbewegen. En dat had Hubble 100 jaar geleden al ontdekt. Vandaag leven we het tijdperk van de ruimtetelescopen. En die zijn in staat om extreem nauwkeurige waarnemingen te doen. We kunnen zelfs terugkijken in de tijd tot vlak na de oerknal. Hoe kan dat? Nou ja, daar had Edgar Allan Poe het al over. Het licht van verre sterren heeft ons nog niet bereikt. Licht reist met een lichtsnelheid. De expansie van het universum heeft ervoor gezorgd dat sommige delen van het universum sneller van ons afbewoog dan de snelheid van het licht. Misschien heb je wel eens gehoord dat niets sneller kan dan de snelheid van het licht. Maar dat geldt alleen voor voorwerpen die door de ruimte heen bewegen. Die regel geldt niet voor ruimte zelf. Dus ja, delen van het universum kunnen sneller van ons afbewegen dan de snelheid van het licht. Sterrenkundigen denken dat het vlak na de oerknal ook gebeurde. Dat noemen zij inflatie. Het universum werd toen in 10 tot de min 32ste seconde, maar liefst 10 tot de 78ste keer zo groot. En dus, hoe ver je ook kijkt met de allerkrachtigste ruimtetelescopen, we kunnen nooit alle sterren zien. Er is een horizon. We kunnen alleen de sterren binnen deze horizon zien.
Het licht van sterren reist met de lichtsnelheid. Dat wil zeggen dat het licht van verre sterren al oud is wanneer het bij de aarde aankomt. Onze telescopen kijken dus terug in de tijd. En wanneer we kijken naar het licht van deze horizon, dan kijken we helemaal terug naar het begin van het universum. En dat licht ziet er zo uit. Dit is wat we noemen de achtergrondstraling. Het is het eerste licht dat het universum uitstraalde, zo'n 13,8 miljard jaar geleden. Verder dan dit kunnen we niet terugkijken, want toen was er nog geen licht. Maar eigenlijk is dat fantastisch! Want dat wil zeggen dat sterrenkundigen de geschiedenis van het hele universum in kaart kunnen brengen door te kijken naar verre sterrenstelsels. En met de huidige telescopen kunnen we dat een stuk beter dan in de tijd van Edwin Hubble. In 2011 ging de Nobelprijs voor Natuurkunde naar deze drie heren. Aan de hand van waarnemingen aan supernova's en verre sterrenstelsels konden ze de expansie van het universum in kaart brengen over de periode van 2 tot 6 miljard jaar geleden. Net als de Cepheïden weten we van sommige supernova's precies hoe helder ze zijn. Deze noemen we type 1a supernova's. Dus, het universum expandeert. Maar dat weten we al bijna 100 jaar. Dus waarom was deze ontdekking in 2011 ineens een Nobelprijs waard? Dit is het beroemde boek van Stephen Hawking, A Brief History of Time. Hierin schrijft hij over de mogelijke manieren waarop het universum kan expanderen. Hij stelt dat het universum door de zwaartekracht weer kan inkrimpen. Dat noemen we de Big Crunch. Of de expansie van het universum remt af, maar niet genoeg om de expansie te stoppen. Het zal groeien tot oneindige proporties. Een derde mogelijkheid is dat het universum precies kritisch expandeert. Dat betekent dat de expansie langzaam afremt tot een vaste omvang. Want meer opties zijn er niet. Het universum expandeert, de zwaartekracht remt de expansie af. Zo moeilijk is dit niet. De Nobelprijswinnaars van 2011 ontdekten echter dat het universum juist steeds sneller expandeert. Hoe kan dat nou? Dat kan ook helemaal niet. Tenzij we iets fundamenteels niet begrijpen over het universum. Kennelijk is er een onbekende vorm van energie aanwezig. En dus plakken sterrenkundigen er een label op. Donkere energie. En opgelost. Het enige vraagstuk wat nog open staat is: wat is donkere energie? Waar komt het vandaan? Er zijn een aantal suggesties gedaan. Net als bij donkere materie zou donkere energie misschien verklaard kunnen worden door de wetten van de zwaartekracht aan te passen. Of misschien zijn donkere materie en donkere energie wel eigenschappen van dezelfde substantie. Misschien vervalt donkere materie wel in donkere energie. Het zou ook kunnen dat onze aannames fout zijn, dat donkere energie helemaal niet bestaat. Misschien wonen we wel in een deel van het universum dat toevallig wat leger is dan de rest van het universum. Dan lijkt het alsof het universum ineens snel is uitgedijd. Ondanks het feit dat deze ideeën het in de media heel goed doen, blijven sterrenkundigen ervan overtuigd dat donkere energie wel degelijk een echt fenomeen is. De meest eenvoudige verklaring van donkere energie is dat het een eigenschap is van ruimte zelf. Dat wil zeggen dat lege ruimte een energie heeft. Dat is niet zo heel ver gezocht. Volgens de kwantummechanica is het vacuüm gevuld met elektromagnetische golven en deeltjes die spontaan ontstaan en weer verdwijnen. Dat heet nulpuntsenergie van het vacuüm, of vacuümenergie. Er zijn alleen wat problemen met het uitrekenen van hoeveel energie het vacuüm heeft. Volgens natuurkundige Richard Feynman zou zo'n beetje ruimte genoeg energie bevatten om alle oceanen op aarde volledig te verdampen.
De waargenomen expansie van het universum suggereert echter een hele lage vacuümenergie. Ongeveer zoveel keer lager. Dit is misschien wel het grootste onopgeloste probleem in de wetenschap. Het vermoeden bestaat dat de oplossing van dit probleem de sleutel is tot een volledig begrip van de natuurwetten.